well. Time has come. The moment's here. The black of night draws ever near. Music, lights, a bit of fire. To shake the night is our desire. The howl of a wolf on this moonlit night calls to us with eerie delight. For your fears this hour mix and mingle in with my great power. We now begin!
fishbones? Should we blow something up? You might inconvenience people and hurt their feelings. You're losing your lane, idiots. Whatever. Fishbones, you know what we ought to do? An enemy has been slain. I accidentally did that on purpose. It was my kill. All part of the plan I just made up. Oh, do you mean a plan of you losing your lane? Let's just start shooting. Oh, just slow down. We need to come up with a plan first. What's the worst that could happen? Oh, you did not just... Oh my god, I broke a nail. Everybody panic! Jinx, Ari, shut up or we will report you. You have to fight together. I'm not gonna stand next to her until she takes a bath. That really hurt. My feel. Whatever. Let's just get it over with. Try. I succeed. Who's in of a born and bred.
head and can kill with both her fists and her looks. Presenting Kunji-chan of the first year class 3. Persona! Just say the word, and it's go time! Jack Sparrow, please. You are without doubt the worst part of the novel.
als volgende act krijgen we Ramona Custers.
here to the show door. Thank you.
Nexus, ripping them out by the root one by one. Darth Maul and Gambit Death.
Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. What do you think of it? Well, it will be a really hard decision who will win the cosplay competition because everybody is amazing and everybody is dedicated about cosplaying. So, well, it will be a really hard decision who will be the winners. Die hebben nog even 5 minuutjes nodig. Dus ze gaan nog heel even een paar dingetjes overleggen. Dus komt vast wat moois uit, mensen. En dan zometeen Michael Cutlass. Ik heb er zin aan. Maar wat... Eerste Comic Con. Zaal zijn gaan lopen op dit ogenblik. Dus, Magrippa, mocht je straks nog weer terug zijn, je hebt de derde plek, kun je hem bij mij opkomen halen. Dan wil ik heel graag Romana Kusters. Van harte gefeliciteerd, meisje. Met de tweede plaats. Kijk eens aan, mag je prijs ophalen bij de dames? €5. She's the second place. Yes. Oh, 19. Ja. En dan wil ik ook gelijk bij deze ook graag de nummer 1 gelijk op het podium hebben. Dat is Lorenza Verbeek. Lorenza Verbeek, zij deed Fiona. Ik heb
dus... Dan gaan we naar de groepen. Dan wil ik als eerste wil ik graag op het podium hebben. Dat zijn de Battle Disguise Princesses. De prinsessen. Van harte gefeliciteerd. Jullie zijn de derde plaats hebben jullie gehaald vandaag. Dus ja, geweldig. De dames van de cosplay dames, die willen jullie heel graag jullie prijs overhandigen. Dus... Dan, op de tweede plek, zijn geëindigd de Mortal Kombat groep natuurlijk. Helemaal super. Ja. Nou komt er natuurlijk een groep die heeft zoveel indruk op jullie achtergelaten. We konden niet anders. Bij deze heel graag op het podium. Darth Maul, de Star Wars groep. Op de eerste plek. Heel erg bedankt jongens. Het was geweldig. Het zag er super uit. Volgens mij van de dames. Ik wil van jullie alsjeblieft een gigantisch groot applaus voor deze, al deze mensen. Wat zien ze er geweldig uit, hè? Wauw. Ja, doe maar. Ik moet er ook gelijk mededelen. Ik moet gelijk door op dit ogenblik. Ik wil jullie van harte bedanken allemaal. Echt super wat jullie gedaan hebben. Gefeliciteerd allemaal. Geniet er nog eventjes van. En dan gaan we heel gauw verder met onze volgende gast als jullie dat goed vinden. Ja? Heel veel top. Een groot applaus nog voor de cosplayers.